Hey hoi! Hallo! Ik dacht, is het niet een heel leuk idee dat ik in plaats van dat gewoon alles doorstuur in foto's, dat ik een vlog maak? Maar ik ben nu al ongemakkelijk, dus. Komt goed? Nee, ik dacht, ja, dat is ook wel extreem saai. Als jij foto op foto moet openklikken en dan zit je met al die bestanden. Dus weet je, ik maak er gewoon een hele compilatie van. Dan zie je mij ook nog eens. Dan kun je nog eens wat meer vat krijgen op wie ik ben. Want ja, dat is voorlopig nog niet echt gelukt. Dus ja, let's go. Oké, dus we hebben ons verplaatst naar mijn werktafel. Je ziet in de achtergrond brood, een rommel. Dat is hoe ik leef. en hier is, je gaat ook merken dat ik kan niet werken in één boek. Dat is niet voor mij weggelegd, dus het gaat een hele chaos worden. Dat is oké. Het gaan heel veel verschillende formaten zijn, dat is ook oké. Het gaan heel veel losse papieren zijn, dat is ook oké. Ik ben gewoon niet zo heel gestructureerd. Maar ik doe altijd wel mijn best. Dus, let's go! Hier het boek, eerste personage. Wauw, mooi, bonjour. Ik ben Frans aan het leren, dus vandaar het bonjour. Word je ook, ik ga een detail geven, nu dat ik toch in mijn vlog vibe ben. Ik ben dus Frans aan het leren, maar het probleem was dat ik totaal niet door had dat ik niet bonjour mocht zeggen, maar dat mijn R op een andere manier gezegd moest worden. Waardoor ik nu zo hard ben aan het oefenen om die R juist te zeggen in het Frans, dat ik keelpijn heb aan mijn huig. Omdat dat, ja... Waardoor ik constant denk, oh nee, ik heb keelpijn. En dan ben ik van, ah ja, maar ja... Ik zit constant die spier te oefenen die ik nooit gebruik. Dus, leuk feitje. Ik weet nog niet dat het de vlog gaat maken, maar... Dus een eerste ventje. En dan, ja, komen mijn boeken. Wat rommel geschreven, een oude man, leuk. Nog een ventje, een soldaat. Ik had zo, je kent dat wel, die site. Ik kan het gewoon niet zeggen, dat is te veel info. Dus nog een mannetje. Krubbels, krabbels, die vond ik wel leuk. Bla bla bla. Ik zal hier een muziekje onder zetten, dan is het, wordt het leuker. Maar die zijn hier. Gucci. Thank you.
bonsoir. Ook heel mooi Frans woord. Met dan een nachtlandschap. Nog los. Dat bedoel ik dus ook met ik die niet in, gestructureerd in een boek aan werk. Overal zitten losse papieren in. En ik frustreer me er zelf aan, geen zorgen. Maar ja, zo werkt het nu eenmaal bij mij. Nog twee landschappen die ik. Ja, die beide maar niks zijn, vind ik. Maar ik heb ze gemaakt. Hier was ik dus een tijdje bezig, want ik wou toch zo een dat interactief boek maken, dat je op een date gaat, een blind date gaat met iemand. Maar het probleem was, ik kan het hier nog eens tonen. Het probleem was, heel leuk, maar altijd hetzelfde, heel saai op den duur, omdat je, ja, omdat er niets gebeurt. Maar ik heb zitten experimenteren voor een achtergrond. Hier staat ook dingen. En het blijkt dat echt absoluut niks voor mij is. Ik kan dat niet. Dat zit. Ja, ik word daar niet gelukkig van. Daar komt het op neer. Dus ik heb dat even gelaten voor wat het is. En ik ga mijn volgende stap erin is experimenteren met. Oké, als ik de achtergrond niet kan of daar dat niet wil doen en daar niet gelukkig van word, hoe maak ik dan de voorgrond zodanig interessant dat. Ja, dat je toch genoeg variatie hebt en dat er toch genoeg nieuwe prikkels komen, pagina na pagina. Dus dat is mijn volgende stap, maar ik heb daar nog geen tijd voor gemaakt. Dus dan weer verder. Ik ga akkoord dat het heel lelijk is. Geen zorgen, ik heb het gemaakt. Ik heb er wel een verhaal rond, ik ga het vertellen. Dus, je ziet het ook niet zo goed. Dus, maar dat is niet zo erg. Het is echt niet mooi, maar ik dacht, weet je, fucking landschappen, misschien moet ik gewoon ergens gaan zitten en tekenen wat ik zie. Dus ik ga op pad naar een plaats waar ik denk, oké, hier kan ik wel eens tekenen. Ik ben nog geen 20 meter aan het wandelen, loop ik keihard frontaal tegen een grote betonnen blok, omdat ik niet was aan het opletten waar ik wandelde. Dus ik had heel veel pijn aan mijn scheenbeen en mijn tenen, waardoor ik mij ook niet goed voelde terwijl ik dit aan het maken was. Dus ik heb er een heel negatief gevoel over van hoe dat het eruit ziet en mijn beleving van het maken. En, Maar fijne anekdote. Ventjes, misschien een close-up. Oei. Mooi. Oei, en dat is het al. Ah nee, hier nog. Een landschap. ik was er pas aan begonnen en er ging nog heel veel bij komen. Maar toen zei een vriendin van, nee, laat dat gewoon. Ik vind dat zo wel heel tof. En toen was ik van, oké. Dan laat ik het zo. Het is nog een leuke anekdote. En dat is het wel in dit boek. Dit is mijn logboek, zeg maar. Nee. Een heel mooi gratis gekregen boek van de Efteling. Waarin ik dan een beetje documenteer wat ik juist doe. Ik weet niet in hoeverre dat belangrijk is, maar dat is misschien wel interessant dat je weet dat ik dingen aan het opschrijven ben. Mijn ervaring, mijn reflectie, dan mijn agenda. Ik ben dat pas begonnen vanaf 30 september, omdat ik toen begon te realiseren, misschien is dat wel interessant dat ik zoiets vastleg. En dan ook wat contextualisering van waar kan ik inspiratie uit halen, blablabla. Dat zijn dan de mensen die gaat doorgestuurd voor de landschappen. Dus ja, dat is een beetje. Dat ben ik aan het vastleggen. Ik wil trouwens ook nog even afsluiten met te zeggen dat ik niet weet of ik de hoeveelheden heb behaald die je hebt opgegeven. Om heel eerlijk te zijn, ik ben gewoon zoveel mogelijk naar school gegaan om daar gewoon te werken en gewoon te doen.
heel gevoelsmatig wel. Van, er waren dagen dat ik zei, Louise, fuck it, nu moet je landschappen maken. En dat het echt niet ging en dat ik zei, oké, nee, ik ga gewoon meer mannetjes en personages maken. Dus ik denk, en ik ben redelijk zeker dat ik de landschappen niet qua hoeveelheid heb gehaald als gevraagd. Ja, dat sukt. Heel veel landschappen, ja, dat ging mij niet af. En om een voorbeeld te geven, de Bonsoir, deze, vond ik heel fijn om te maken. Maar ik weet niet hoe, maar ik heb daar 5 uur aan gewerkt. Het ziet er super simpel uit. Is ook super simpel, was heel fijn om te maken. Maar ja, ik heb dan een soort... Hola. Ik heb dan gewoon een soort perfectionisme dat ik laag per laag per laag per laag moet doen. En dat ik daaraan kan blijven werken. En een landschap is dan zo groot en zo gedetailleerd dat ik gewoon blijf gaan en blijf werken. En het... om maar een voorbeeld te geven, die Tokyo by Night-achtige neonlichting, belichting, daar heb ik denk ik 10 of 12 uur aan gewerkt. Dat ik dacht, alleen ik weet niet, dat is misschien niet zo abnormaal, daar kruipt wel zoveel tijd in misschien. Maar ik verschiet daar dan gewoon van en dan ontmoedigt mij dat een beetje. Ja, en ik vond er gewoon ook heel veel niet mooi, heel veel niet fijn. Bijvoorbeeld, ja, dit. Ik vind daar niks aan. Ik vind het vreselijk. Ik heb gemengde gevoelens over landschappen. En het is een struikelblok, dus ik zou er meer aan moeten werken om er meer voeling voor te krijgen. Dus ik ga dat doen. Ja, dus dat is denk ik alles dat ik moest laten zien of wou laten zien. Ik hoop dat jij dit een hele leuke manier vond om te zien wat ik allemaal heb gedaan, eerder dan droge foto's. Stel dat je zegt, amai, deze wil ik nooit meer zien. Ik vond het vreselijk. Ik wil gewoon graag mijn folder vol met foto's waar ik gewoon kan tussen bladeren. Ja, evengoed, dan laat je dat maar weten. Maar ik dacht, het is een veel leukere, interactieve manier om te communiceren, aangezien, ja, mails, dat wordt een beetje saai na een tijd, hè. Dus ja.